Welkom allemaal, hoi, daar ben ik weer. Het is een tijdje geleden geweest dat ik er weer was. De scholen gaan weer beginnen, dus ik ga ook weer beginnen. Mijn zoontjes gaan deze week al naar school en volgende week gaan volgens mij de laatste scholen beginnen. En wij gaan weer slijm maken en dit keer eindelijk met Elmerslijm. We hebben een slijm starterpakket gekocht, zoals je hier kan zien. Dat hebben wij op bol.com gekocht, want dat was handig. En hier zitten dus 4 slijmflesjes in. Nou, hier kan je zien dat er al wat uit is. Die heeft juf Jannie gebruikt. Dat is glitterlijm. Het is natuurlijk ook gewoon een lijm, hè? En dit is clear glue. We hebben ook witte lijm, maar die schijnt iets moeilijker te zijn om te maken. En ik denk, weet je wat, na zo'n lange tijd geen slijmvideo's te hebben gemaakt, ga ik dit doen. Nou, dit is natuurlijk waarom Elmer zo populair is. Safe, non-toxic. Het is alleen altijd een beetje duur was het om het in Amerika zelf te bestellen. Dus wij gingen altijd op zoek naar iets. En nu was het gewoon bij bol.com te vinden. Even kijken. Je krijgt dus gewoon 4 flesjes lijm. Ingrediënten die nodig zijn is contact solution. En daarmee bedoelen ze in mijn geval vloeistof voor contactlensen. En wij hebben nu van, ik zie het van de Ethos blijkbaar. Baking soda. Dat hebben wij ook. Waar heb ik dat? Dat heb ik hier. Baking soda. En een bakje om het in te mixen. En een roerstaafje. Dat hebben wij nodig. Hier is de lijm. Hier is de lensvloeistof. Ik kan er ook andere bij pakken natuurlijk. En anders kan je natuurlijk ook gewoon borax gebruiken. De baking soda. En omdat mijn zoontjes zijn helemaal weg van Fortnite. En mijn jongste zoontje vindt die Fortnite dance moves onwijs cool. Dus ik ga een beetje een Fortnite thema aanpassen of gebruiken. Dat moet je een beetje losjes interpreteren. Ik ga Orange Justice maken. Dat is een emote. Voor de mensen die het niet weten. En ik ga niet de emote maken, maar ik ga een oranje slijm maken met, even kijken, waar is het? Glitters er doorheen. En dan de zilveren glitters, want daardoor is het een beetje fresh. Net zoals de emote in Fortnite. Dus we gaan beginnen met het toevoegen van de lijm. Ik ga niet het hele flesje gebruiken, want dat vind ik een beetje zonde. Ik gebruik wel wat meer dan normaal. Nou, ik heb iets minder dan een kwart van het flesje gebruikt. Dus dat is 1. Het tweede wat ik ga doen is, dat is misschien al gewoon het open doen. Is misschien al genoeg, blijkbaar. Zo. Goeie tip, maak het dus open boven je slijm. Mix kannetje. Wordt hier al oranje? Ja, kijk, hij wordt al oranje. Het lijkt een beetje op de kleur van de baking soda. Kijk, nou, het kan zijn dat je kinderen buiten hoort gillen. Die zijn nog lekker aan het buiten spelen nu. Ja, dit wordt wel mooi oranje. En lekker transparant zoals je ziet. We pakken zilver glitter erbij. Ik zie dat ik deze nog niet heb gebruikt, blijkbaar. Dus maken we hem even open. Zo. Zilver glitter erbij. Om het een beetje hipper te maken. We hebben dus de glitters. Nu de lensvloeistof erbij. Om het allemaal te binden, zodat het stevig wordt, gaan we dit mixen. En als laatste, als ik dit even allemaal een beetje door elkaar heen heb geroerd, zie je, het is nog niet echt super dik. Maar het moet werken, dat weet ik, want juf Jannie die heeft het al gemaakt, dus anders heb ik gewoon de verkeerde. Oh, zo. Dit is dus veel te veel baking soda. Zo, klein beetje. Wat doe ik hiermee? Ik zie hier een doek. Het gaat in de doek. Huppla. Gaan we dit mixen en dan gaan we kijken of dit genoeg is. En anders moeten wij gewoon even een andere baking soda pakken. En dan ga ik gewoon de baking soda van iWish op die chance pakken. Eyewear. Kijken, begint het te werken? Nou, volgens mij wordt het al iets dikker. Ja, het wordt wel iets dikker, maar nog niet wat ik wil hebben. Nou, dan gaan we gewoon even een andere lensvloeistof erbij pakken. Eentje waar wat meer borax in zit. Moment. Ik realiseer me eigenlijk elke keer dat ik wel moment en zo zeg, maar voor jullie ben ik natuurlijk gewoon direct terug. Want ik kan natuurlijk een dag later verder gaan met de opnames. En jullie hebben het niet door, want dit is natuurlijk gewoon gemonteerd. Ja, kijk, nu met deze lensvloeistof. Deze is Eyewear van iWish Opticians. Daar pakt hij het. Je ziet het.
een stuk beter mee meteen. Dus dat gaan we weer even roeren. Doen we nog een klein beetje erbij. Misschien toch nog, wat meer baking soda erbij. Dat is ook alweer een tijdje geleden voor mij. Oh nee, nee, kijk, zie je? Dit gaat al meteen een stuk beter. Zo. Lekker mengen. En toch nog wat baking soda. Weer eerst op mijn hand, zodat het niet allemaal... Werd het zien? Oh ja, daar is wat gevallen. Zo. Het voordeel is trouwens, hè, mocht je het idee hebben dat je te veel baking soda erbij hebt gedaan, dan kan je er altijd wat water aan toevoegen om het dunner te maken. Dus dat is ook een oplossing. Zo. En nu is het dus gewoon een kwestie van blijven roeren. Als jullie dus kijken op het kanaal van Juviani, dan zie je hoe zij een blauwe variant maakt. Want dan pakt zij de blauwe... het is nogal heel plakkerig. Dan pakt zij het blauwe slijm. Of de blauwe glitterlijm pakt zij. En daar maakt zij dat mee. En Elmer weet natuurlijk ook dat hun product heel populair is om slijm mee te maken. Daarom hebben ze dus zo een slijmpakket gemaakt. Want in principe is het gewoon natuurlijk hun gewone lijm. De gewone lijm die ze normaal ook aan scholen verkopen. Het schijnt heel populair te zijn in Amerika. Het is een beetje zoals Prit van binnen Nederland. Denk ik. Ik weet het niet. Maar hier in Nederland is het niet heel makkelijk te krijgen. Het is echt zo'n typisch Amerikaans, Amerikaans merk. Alleen via dus websites. Zoals bijvoorbeeld in ons geval dan hadden wij het via bol.com besteld. Is het dus wel te krijgen. Je moet er alleen wat meer moeite voor doen. Nou, ik ga nog eventjes... rekken, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Het is ook al, zie je? Het is heel mooi oranje en met glitters erin. Dus je hoeft niet per se glitterlijm natuurlijk te kopen. Je kan het ook zelf maken. En dan hebben we nu een mooie oranje kleur. En jullie weten het, ik ben altijd heel ongeduldig. Dus ik zou het liefst nu gewoon meer baking soda of meer lensvloeistof hierbij doen. Zo, ik weet het, als ik gewoon geduld heb en hier gewoon lekker mee blijf spelen, dan wordt het steeds minder plakkerig. En dat is altijd een beetje mijn valkuil, mijn ongeduldigheid. Juviani daarentegen, die is super geduldig. Die kan echt door blijven gaan met hetzelfde ding en maar blijven kneden en maar blijven maken en maar blijven doen. Terwijl ik zoiets heb van, ik wil het gewoon snel klaar hebben voor jullie. Zodat we er snel mee aan de slag kunnen. Nou, hoe ziet het eruit? Mooi. Het is mooi. Zo klinkt het als je het rolt op je hand. Het is voor mij, vind ik hem plakkerig. Maar ik denk dat veel van jullie hem zo op deze manier wel prettig vinden. Oh, hij scheurt wel een beetje. Dus ik zou er nog wat water aan toe kunnen voegen om hem weer wat dunner te krijgen. Maar ik denk dat ik hem wel nu in een bakje ga doen. Tenminste niet nu, maar hierna. En dan de datum op ga schrijven. Want dan kunnen we misschien over een maand of zo kijken hoe dit slijm eruit ziet als je het een maand hebt bewaard. Het speelt wel heel lekker. Nou, het plakkerige, dat is bijna niks. Ik ga even iets doen. Wat natuurlijk niet... het is mijn eigen tafel, dus het mag. Ik ga hem even hierop leggen. Zo. En dan gaan we kijken... Nee, hij geeft niet af. Oh, ik zie hier nog het poeder liggen. Mooi, kan ik dat meteen meenemen. Hij geeft niet af. Ja, hier nu even omdat ik het poeder wat weer op de grond was gevallen opneem. Maar dat... het werkt dus. Nou, als ik hem langzaam uit elkaar trek... Ja, en dan... zie je, dan heb je een heel lang stuk slijm. Dus het kan. Als je hem heel snel uit elkaar trekt... scheurt hij. Maar... Zoals je kan zien... kan ik hem goed stretchen, goed uitrekken, om het netjes te zeggen. Dus dat is mooi. Zo, ik ga even kijken of ik hem van dichtbij kan laten zien. Ik heb natuurlijk al die moeite genomen om die glitters erin te stoppen. Zie je?
Mijn Orange Justice slijm. Ja, even meeliften op de Fortnite hype. Nou, het is eigenlijk geen Fortnite hype meer, hè? Ik bedoel, als iets zo lang zo populair is, dan is het niet meer een hype. Dan kan je niet meer zeggen het is een hype. Dan is het gewoon een blijvertje. En een hype is meestal weer voorbij snel. En niet meer zo populair na een tijdje. Net als een beetje Loom. Loom was een hype en dat is nu bijna helemaal weg. Er zijn nog maar een paar mensen die dat echt super populair vinden. Maar Fortnite, nee, dat blijft nog wel een tijdje. Dat is nogal super populair, dus dat kan je niet meer een hype noemen. Het Battle Royale spel. En daar is dit mijn eerbetoon aan. Aan Orange Justice. Een hele grappige emote. Een hele wilde dansbeweging. Ik vind hem mooi geworden. Ik ben er blij mee. Er zit lekker veel lucht in. Naar wat ik ermee heb gedaan zo. Knetterslijm zou je bijna kunnen zeggen. Maar het knettert dan ook echt. Hoe doe je dat? Dus er gewoon elke keer hem open te trekken. Dubbel te vouwen. Want dan komt er elke keer een beetje lucht in. Er zit allemaal lucht in en dan knijpen. Oh, dat was mijn hand tegen de microfoon. Zie je? Dus wil je knetterslijm maken? Mijn tip voor knetterslijm is rek je slijm langzaam uit. Vouw hem dubbel. Rek hem langzaam uit, zodat hij niet scheurt. En dan vouw je hem dubbel. En dan blijf je hem gewoon elke keer uitrekken. En dubbel vouwen. Uitrekken. En dubbel vouwen. Zo. En dan nog één keer. Dit is hem nu. Dan pak je hem in je hand. Hou je hem bij je oor. En dan hoor je dit. Supergoed knetterslijm. Maar het knettert dus ook echt. Nou, dit was hem. Dit is mijn video. Dit was hem weer. Na een tijdje ben ik weer terug begonnen. We gaan lekker veel in de toekomst weer wat meer met het Elmerslijm doen. Het is leuk, het is makkelijk. We gaan het ook vergelijken met andere slijm, met andere lijmsoorten, denk ik. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor samen met Orange Justice zeg ik tot de volgende keer. Doei!